Maar deze gasten hier achter mij niet. Ze zijn al uren wakker. Want dit is Finex. Laatste stukje. Kom op, wat houd je nog op de been? Baret. De baret. Je hebt hem bijna, hè? Ja, bijna. Kom op, jongen. Even doorzetten. Je kan het. Zeker. 112 dol enthousiaste jongens begonnen een half jaar geleden met de mariniersopleiding. En nu, 6 maanden later, zijn deze diehards nog over. Maar de eindstreep is over een paar kilometer. Mannen hebben een hele goede prestatie afgeleverd. We hebben het keurig gedaan. De laatste loodjes waren erg zwaar, maar... Ze hebben het een heel mooi resultaat afgelegd, laten we het zo maar zeggen. Het meest zwaar is toch wel de korte uren slaap, die ze eigenlijk niet hebben dus, hè, weinig uurtjes. De kilometers die ze maken, vooral met de volledige bepakking. En uiteindelijk de laatste mars, die hakt er zeker in. Enig idee hoe je gaat reageren als je zo meteen je beret krijgt? Nee, keihard geen janken. Oh, dat mag, een echte marinier mag huilen toch? Ja, dat weet ik niet, ik ga het toch doen. Over een kleine kilometer zijn ze bij de Van Gent kazerne, waar familie en vrienden ze momenteel opwachten. En in de tussentijd, nou ja, Nederland ontwaakt, maar zij kruipen er even lekker in. Opa, wat maakt Mike nou marinier? Nou, dat is een echte doorzetter. En dat is mijn grootste wens altijd geweest, dat hij bij marinier wil worden. En mijn zoon is dus ook marinier geweest, dus vandaar. Dus het zit in de familie? Het zit in de familie. En vond, hoe heeft Mike de afgelopen week, maar eigenlijk de hele opleiding, ervaren? Nou, het was bikkelhard. Heel intensief. Maar ik zeg nogmaals, het is een doorzetter. Hij haalt dat ook. Daar ben ik van overtuigd. Zo'n dag nou zo bijzonder? Ja, bijzonder omdat ik zelf ook mijn mis ben. En en dan ben ik natuurlijk extra trots als je zo'n dezelfde plan kunt volgen. Af! Paretten! Op! Ja, heel trots. Heel trots. Blij dat je... Ja, blij dat het voorbij is. Ik heb nu 24 weken voor gewerkt. En blij ik me nu zelf marinier wil doen. Jongen, hoi.